Welkom bij Opgelicht. Hij verkoopt zichzelf als een meesterfotograaf. Hij levert de mooiste bruidsreportages. Maar zowel de bruidsparen als zijn eigen dochters zouden hem graag stevig aan de tand willen voelen. Je vader en ik hopen dat ondanks alles nu er een deur dicht gaat. En weer een ander voor je open gaat. Het lijkt net Alice in Wonderland, maar dan de trieste versie, zeg maar, voor mij op dit moment. Ja, had ik het maar geweten, want dan was ik er al lang geweest. Dan had ik zijn keel doorgesneden of zo. Straks meer, maar nu eerst de mega-zwendel in de Golden Sun-zaak. Met maar liefst 700 gedupeerde beleggers. Zij investeerden hun zuurverdiende geld in een luchtkasteel. Indien ik van overtuigd ben dat mijn geld voor 100% opgegaan is in rook, ja, dan kan ik beter zeggen, man, ga in uw zetel zitten. Neem nog een glaasje wijn. En af en toe een whisky. Maar nee, meneer. Dat moet een eind aankomen. Wij moeten vergoed worden. Het zal u waarschijnlijk niet ontgaan zijn dat er de afgelopen weken een hoop te doen is geweest rondom beleggingskantoor Hooghuis en Verstegen. Via gelikte reclames en brochures worden beleggers verleid om te investeren in Turkse vakantieresorts. Voor minimaal 50.000 euro per obligatie kan je op een rendement van maar liefst 12,8% per jaar rekenen. En dit vrijwel risicoloos. Of toch niet? Ferdinand Veliers is een van de 700 gedupeerden die vol vertrouwen obligaties hebben gekocht. Ik ken beleggingen, ik weet wat dat de beurs is. Dus ik zal niet zeggen dat ik een totaal risiconemende persoon ben. Maar ik onderzoek alles eerst. En dan beslis ik zelf persoonlijk om te zeggen, goed, ik kan daarop instappen. Ook zoals hier in dit project. De folder was goed, de voorwaarden waren goed, het rendement was goed. Korte termijnbelegging, 3 jaar? Nee, ik vond het goed. Op hun website schermen Hooghuis en Verstegen met een aantal aantrekkelijke zekerheden. Zo krijgt de obligatiehouder een stuk grond als onderpand en een terugkoopgarantie. En een ander punt was ook nog dat bij de financiële bijsluiter opgemaakt, Golden Sun, vastgoedobligatie van Hooghuis Verstegen, zegt men dat risico dat u uw inleg niet terugkrijgt op 1 jaar zeer klein is. Ik heb nooit niemand niet ontmoet. Nee, alles gebeurde door middel van de internet, de mailsverrichtingen. En ik had steeds contact met meneer Boekorn. Ik heb 3 kinderen. En ik heb gezegd, ik ga op elk kind 50.000 euro geldplaatsing doen bij Hooghuis Verstegen. Te vermeerderen met 500 euro emissiekosten. Dus dat was 50.500 euro per kind. Maal 3 is 151.500 euro. Maar na een paar maanden komt de rente niet meer binnen. En is ook Hooghuis en Verstegen niet meer te bereiken. Mails gestuurd om te zeggen, mensen, hoe komt het? Er is geen betaling gebeurd. Opgebeld. Ah ja, meneer, we hadden problemen met de computer. De persoon is naar de bank om de zaken te gaan regelen. Ja. Belt morgen nog eens terug. 2 dagen nadien terug opgebeld. Het was het antwoordapparaat. Om een bepaalde reden is de onderneming gesloten. Gelieve de eerstvolgende werkdag terug op te bellen. Ik gedaan. Geen antwoord meer. Nee, het was afgesneden. Ik ben naar de politie gegaan. Ik heb ook, vooraleer ik naar de politie gegaan ben, heb ik ook wel een persoonlijke brief geschreven naar de FIOD. Buiten dat heb ik ook hier in België handelingen ondernomen om toch mijn rechten te vrijwaren, om te zien dat mijn gelden zo terugvloeien, heb ik een klacht ingediend bij de procureur des Konings in Brussel. Ja, bij mij aan tafel Rob Smulders, welkom. U bent directeur van Mondi, een belangenorganisatie voor toekomstige eigenaren van internationaal onroerend goed en andere beleggingsobjecten. Mm-hmm. Vond u dit nou ook zo'n interessant project? In eerste instantie zag het er allemaal heel erg goed uit. De documentatie en ook waar u net al naar refereerde, de uitzendingen via televisieprogramma's, zag er zeer veelbelovend uit allemaal. Ja, en u informeerde eens iets verder. En waar staat u toen op? Nou, we kregen op een gegeven moment vragen van leden van onze belangenorganisatie.
vragen die we serieus nemen. Dus we hebben vervolgens contact opgenomen met Hooghuizen en Verstegen om in ieder geval een aantal vragen te stellen waar we heel graag een antwoord op wilden hebben. En wilde ze dat meteen doen en was u welkom? Nou, het ging niet zeg maar direct van harte allemaal. Maar goed, op een gegeven moment hebben we ook gezegd van ja, we willen toch graag in de keuken kijken. Want anders gaat het zijn eigen leven leiden. En als u niets te verbergen hebt, dan gaan we ervan uit dat u ons van harte welkom heet. Ja. Nou, toen leek het allemaal nog goed gaan. Ik kom zo bij u terug. De vraag is nu, wie zitten er achter deze megazwendel? Duidelijk is dat de oplichters hun plannen goed hebben voorbereid. Naar alle waarschijnlijkheid hebben de drie hoofdrolspelers een bedrag tussen de 60 en 70 miljoen buitgemaakt. Bijna een jaar lang weten ze zowel argeloze particulieren als ervaren beleggers om de tuin te leiden. Het is juni 2006 wanneer Olaf Baartmans een kant-en-klare BV koopt via het bedrijf Adcomp. Baartmans woont op dat moment in Houten, maar verblijft een groot gedeelte van het jaar in Thailand. De kersverse eigenaar verandert de naam van zijn nieuwe bedrijf van Hofhoek Holding in Hooghuis en Verstegen. Een makelaardij met grote belangen in Spanje en Turkije, zo lijkt het tenminste. Baartmans neemt zijn intrek in een kantoor aan de Emmalaan in Amsterdam. Hij doet dit samen met Martin Boekhoorn, die zich in de maanden daarna afwisselend uitgeeft voor medevennoot en financieel manager. Boekhoorn laat een gelikte website bouwen waar geïnteresseerden van het Golden Sun-project lekker worden gemaakt met mooie impressies van het vakantiepark. In werkelijkheid blijken de huizen helemaal niet te bestaan. Het enige wat we eigenlijk gehad hebben zijn deze drie schetsen. Het zijn bijna schetsen eigenlijk. Het zijn de hele simpele plattegronden van het gebouw. Zoals de achterkant hebben we eigenlijk bijna zelf moeten verzinnen. En dat hebben we ook gedaan, dus we hebben het eigenlijk gewoon voor een groot deel zelf bedacht. Golden Sun vastgoedobligaties biedt u 12,8% vast rendement per jaar. Wanneer Hooghuis en Verstegen vanaf december op RTLZ gaan adverteren, begint het project op stoom te komen. Dagelijks melden zich tientallen geïnteresseerden. Boekhoorn huurt consultant Peter van Ispelen in om de woordvoering en de werving op zich te nemen. Olaf Baartmans maakt in mei 2007 plaats voor een nieuwe directeur, Frits het Hoen uit Gouda. Het Hoen heeft een garagebedrijf en heeft ogenschijnlijk geen kaas gegeten van de vastgoedmarkt. Ook heeft vrijwel niemand ooit direct contact met hem gehad. Toch is het zijn handtekening die onder de meeste contracten verschijnt. Maar dan komen de eerste problemen. Investeringsmaatschappij Tree Investment spant een kort geding aan. In het begin van het jaar zijn we benaderd door een aantal klanten. Die meenden de gelijkenis te zien tussen een prospectus van de firma Golden Sun of de firma Hooghuis Versteeg en ons prospectus. We zijn daar toen ingedoken en hebben een aantal zaken geconstateerd die ons niet aanstonden. En we zijn naar de rechter gestapt en die heeft ons in het gelijk gesteld. Ook de opvolger Golden Sun Golf verloopt succesvol. Maar dan gooit ABN AMRO roet in het eten. Eind augustus heeft de bank vragen over de geldstromen van Hooghuis en Verstegen en wil een onderhoud met de directie. Die blijkt dan al spoorloos verdwenen. Dus investeer nu voor een hoog rendement en maximale zekerheid. Golden Sun Resorts. De rest is geschiedenis. De drie hoofdrolspelers in deze fraudezaak, Olaf Baartmans, Frits het Hoen en Martin Boekhoorn, zijn met de Noorderzon vertrokken. De grote vraag bij de gedupeerden is natuurlijk waar deze drie heren verblijven. En vooral wat er met het geld is gebeurd. De Fiat ECD heeft de zaak in onderzoek. En ondertussen komen er steeds meer nieuwe feiten aan het licht. Meneer Smulders, u bent ook bezig met deze zaak. U heeft zich erin verdiept. In Turkije, als je grond verkoopt, dan krijg je daar een soort eigendomsbewijs voor. U heeft de eigendomsbewijzen in deze zaak onderzocht. En wat bleek daaruit? Dat ze vals waren. He, er bleek wel een eigendomsbewijs te zijn. Die stond op naam van een Turkse organisatie. Die ingeschreven was bij de Kamer van Koophandel in Istanbul. He, op zich heel vreemd als het ook om de regio Alanya gaat in dit geval. En daaruit bleek inderdaad dat er een bedrijf is opgericht en een dag tevoren zijn in feite al de hypothecaire actes gepasseerd. Die zijn dus al op naam van het bedrijf gesteld voordat het bedrijf er was? Voordat het bedrijf is opgericht, ja, klopt. Dat kan dus eigenlijk niet? Dat kan dus niet. En ook de handtekening van het eigendomsbewijs.
is gezet door een directeur van het TAPU-kantoor... die op dat moment niet meer daar in dienst was. Het TAPU-kantoor? Ja, het TAPU-kantoor is het kantoor waar het eigendomsbewijs wordt afgegeven. Goed, en die man die was er dus eigenlijk al weg bij dat kantoor. Er zat een nieuwe directeur, maar toch stond zijn handtekening op dat eigendomsbewijs. Overduidelijk vervals dus. Absoluut. Ja, dus het is allemaal echt met voorbedachte raden is het uitgevoerd. Het is bijna meesterlijk opgezet. Hè. Dat zijn in ieder geval de voorlopige conclusies die we op dit moment kunnen doen. Ja, want het lijkt inderdaad wel een boek. Want ze hebben zelfs maandenlang de mensen het beloofde rendement uitbetaald. Hè. Dus zelfs die kosten die zij moesten maken... hebben ze kennelijk ingecalculeerd in deze zwendelzaak... om dan vervolgens de grote vis naar binnen te kunnen hengelen. Ja, dat klopt. Ja. Een film eigenlijk. Nee. Ja, ik zou het zelf bijna een horrorfilm noemen. Maar de vergelijking kan natuurlijk wel gemaakt worden. Ja. Maar hoe kan het nou dat 700 beleggers 50.000 euro per persoon inleggen in zo'n project als alles vervalst is? Is er dan niemand die dat goed controleert? Nou, heel veel mensen gaan in eerste instantie toch uit op de eerste indruk. De eerste indruk was gewoon goed. Hè. Het zag er erg professioneel uit. Goede documentatie aan de buitenkant. Als je niet de binnenkant controleert en je weet niet wat je moet controleren en waar je het moet controleren... en je vergeet toch een deskundige in te schakelen om te laten onderzoeken voor datgene wat je uiteindelijk gaat kopen... Hè, of dat daadwerkelijk ook overeenkomt zeg maar, met de prospectus... Dan kun je dus misleid worden. Dus je moet je eigenlijk juridisch laten bijstaan met dit soort dingen? Dat is iets wat wij sowieso altijd adviseren. Hè. Mensen gaan zoeken op internet. Er is heel veel informatie verkrijgbaar. Mensen gaan conclusies trekken op basis van informatie die ze tegenkomen. Ze weten niet, is die informatie nog actueel? Is die informatie wel betrouwbaar? Ja. Een jurist kan uiteindelijk ook uitzoeken van wat koop je, van wie koop je het... en zijn er niet eventueel verborgen addertjes onder het gras? Ja, u gaat een keurmerk ook verlenen hè, met uw organisatie? We zijn al een tijd bezig met een keurmerk. Dat nemen we ook bijzonder serieus. Daar willen we ook een certificering op aanvragen om in ieder geval... Ervoor te zorgen dat als we dat naar buiten brengen... dat mensen straks ook weten van waar ze aan toe zijn. Dan is het goed. Dan geeft het een beetje zekerheid. Ja, precies. Nog een laatste vraag. Die gedupeerden, krijgen die ooit hun geld terug? Dat is heel moeilijk te zeggen. Ik wil mensen geen valse hoop geven. Op dit moment zijn, zoals u zelf al hebt aangekondigd, de vogeltjes gevlogen. De vraag is natuurlijk ook, van is er nog geld te halen? En dat is iets waar we op dit moment nog volop mee bezig zijn... En ook om te kijken van wie eventueel ook aansprakelijk gesteld kunnen worden. Niet alleen als bedrijf zijn, maar wel ook mensen bestuurlijk als privépersoon. Juist. Nou goed. Hopen dat de vogels gevonden worden. En als er mensen zijn die informatie hebben over deze zaak... of over de betrokken ondernemers, belt u dan met 0900 674 3542... of mail naar opgelicht@tros.nl. Dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. Meld u ook aan voor de Opgelicht nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de wereld van oplichting, fraude en bedrog.